Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren. Tweede koers Support Justice prijs. Onder nummer 1 heet 12 de Ren met Karel Roderijs. De 2 Fantastic Boko, Stefan Schoonhoven. Fantastico Boko, zo heet hij. Nummer 3 Flavius met Dion Tesselaar. De 4 is Elia met John de Leeuw. De 5 Foxy Fox Tot, Caroline Albers. Nummer 6 Vergy Gaby met Christa Timmer. Nummer 7 For Sale Hugo Langeweg Junior. De 8 Beautiful de Jamak, Rick Ebbingen. En nummer 9 Favorite Wish met Erwin Bot. Paard achter de auto. Auto versneld. Nog 100 meter. 50 meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart. En E12 de ren begint met een galoppade. Die volgt met achterstand. En na de start is het aan de kop van het veld Flavius. Die heeft de leiding genomen. Heeft een halslengte voorsprong genomen. Maar For Sale, die gaat de leidende positie overnemen bij het indraaien van de eerste bocht. En dan hebben we For Sale met een lengte voorsprong op de tweede plaats Flavius. Aan de buitenzijde komt Foxy Foxtrot. Daarachter Fantastico Boko in vierde stelling. Die wordt op anderhalf zich twee lengte gevolgd door Elia. En zo komen de rechte lijnen voor de tribune in. Daarachter volgt dan de nummer 9, Favorite Wish met Erwin Bot. Aan de staart van het veld Beautiful de Jamak. En aan de staart van het veld zien we ook moeilijkheden voor een der deelnemers. En dat uitgeschakeld nummer 6, galop nummer 6. Mutten zijn Vergy Gaby, dat wordt inderdaad middels uitschakeling bevestigd door het comité. En de paarden zijn halverwege de rechte lijn voor de tribune. For Sale heeft de leiding. For Sale, de dochter van From Above, leidt met een lengte voorsprong. Maar mag niet lang genieten van die leidende positie. Want Favorite Wish, die komt de leiding overnemen, lost af. En gaat met een ronde te gaan, anderhalve lengte voor op For Sale. De derde plaats is voor Flavius in vierde stelling. Volgt dan aan de buitenzijde Beautiful de Jamak. Aan de binnenzijde Fantastic Stico Boko, gevolgd dan door Foxy Foxtrot en Elia Sluiterij. En zo zijn de paarden in het hart van de Klingendaalbocht en gaan op weg naar de overzijde van de baan. Favorite Wish leidt. Favorite Wish heeft een lengtevoorsprong aan de 1000 meter paal. Anderhalve lengte nu op de tweede plaats voor Sale. In derde positie volgt dan Flavius. Vierde aan de buitenzijde oprijdend is het Beautiful de Jamak in de kleuren van Bert Post met Rick Ebbingen. Die komt nu in het tweede spoor naar voren en gaat nu naar een gedeelde derde plaats. Ook Foxy Foxtrot wordt wakker geschud en aan de binnenzijde ligt dan Fantastico Boko en op 4 lengte eraf achter Elia. Paarden zijn einde overzijde, gaan de laatste bocht in. En het is nog altijd Favorite Wish, die leidt. De zoon van Ganymede heeft anderhalve lengte voorsprong. For Sale op de tweede plaats. Derde aan de buitenzijde is daarachter dan Beautiful de Jamak. En die wordt gevolgd dan door Flavius. En achter Flavius is het Foxy Foxtrot, die gevolgd wordt door Fantastico Boko. En vergeet Elia. De paarden komen de bocht door en zijn op weg naar de laatste rechte lijn. Favorite Wish die gaat onverdroten door. En wie ja, toch de overwinning hier wil binnenhalen, die zal Favorite Wish moeten terughalen. Want die gaat met een gezonde voorsprong de laatste rechte lijnen. Heeft 3-4 lengte voor. Op de tweede plaats For Sale. Daarachter volgt dan Foxy Foxtrot met Beautiful de Jamak. En daarachter is het op dit ogenblik dan nog Fantastico Boko. En Flavius die gaat ook competitief worden voor de plaatsen. De deelnemers zijn dan in de laatste 150 meter. En Favorite Wish met Erwin Bot. Die leidt nog altijd. En dat is heel overtuigend. Een schitterende overwinning voor Favorite Wish. Op de tweede plaats daarachter For Sale. Derde is Flavius. Dan Beautiful de Jamak. Voor Foxy Foxtrot en Fantastico Boko.